Hallo guys, fijn om jou weer te hebben bij mijn nieuwe video. Hier wil ik jou gaan uitleggen hoe ook jij jouw eigen website kan gaan maken, oké? Even één ding voordat we gaan beginnen. Je hoeft niet een website te maken, zoals ik eigenlijk net heb gezegd. Dat is zodat je een website gaat gebruiken, oké? Dus, er is een website die websites verkoopt, oké? Dus hij verkoopt websites en dan kan jij die website gaan pakken en dan in je eigen, in dit geval WordPress-platform plaatsen en dan heb jij die website van hem. Oké. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar ik ga je gewoon stap voor stap uitleggen hoe ook jij dat zou kunnen gaan doen. Heel makkelijk en heel simpel, oké. Dus dan vind ik het leuk om dan gelijk te gaan beginnen. Geen tijd meer verliezen, dus let's go! Oké, hier zijn we dan op het scherm van mijn computer bij WordPress.org. Als jij niet weet hoe jij bij WordPress.org kan inloggen, hoe je kunt gaan gebruiken, of hoe je überhaupt een account kan aanmaken, hoe je kunt gaan downloaden, alles wat je er wel niet bij moet doen om het te krijgen. Als jij dat niet weet, beneden in deze description, in deze uitleg van deze video, zou ik jou een link gaan sturen. Nou, niet sturen, zou ik jou een link in de description geven, zodat je ook jij kan leren hoe jij WordPress.org moet gebruiken, hoe je moet gaan installeren en hoe je hier zo moet gaan komen bij deze desktop van WordPress. Oké, als je niet weet, gewoon rustig dan naartoe gaan, kijk de video. Het is heel erg informatief en ja, het is gewoon heel erg informatief. Oké, dus als je eenmaal hier zo bent en als je eenmaal hier zo aangekomen, dan gaan we gelijk door naar de plek waar wij onze website gaan pakken, oké? Dus we gaan een website pakken. We gaan een website kopen. Er zijn, dit is dus dan hier de website die wij gaan gebruiken. Hier zijn we dan. Ik ga even dus naar de homepage, zodat je kan zien hoe het eruit ziet. Dit is het dan. Premium WordPress Terms, dus ja, echt high quality. Ja, ik ben echt heel blij om, heel erg, I'm really excited about this website. Echt een hele goede website. Ja, echt, zie je, zoals je ziet, heel modern. Nou, oké, die vind ik niet zo heel erg leuk eigenlijk. Ze hebben veel leukere websites, oké? Dus ik ga geen tijd meer bespillen aan het laten zien hoe de website eruit ziet. Maar ik ga je laten leren hoe je deze website kan gebruiken om je eigen website te maken in maar een paar seconden, in maar een paar minuten. Oké. Dit is echt heel makkelijk. Zoals je ziet, zijn er 122 verschillende websites, oké? Dus de kans dat je eentje vindt die je leuk vindt, is heel groot. En als je de eerste erbij pakt, deze, dan heb je zelfs 123. Oké, dus dat is ook nog hartstikke awesome. Ik ga gewoon eventjes een website pakken, oké? Die ik een beetje leuk uit vind te zien. Nou, ik zelf vind deze natuurlijk toch wel heel erg professioneel uitzien. Ik weet niet of jij het ook zo vindt. Als je het niet zo vindt, dan ga je gewoon leren van deze. En dan kan je je eigen pakken, oké? Ja. Oh ja, ook nog iets. Kijk, 4,5. Dat is echt heel hoog. Dus de mensen die dit al hebben gedaan, vinden het ook echt gewoon een hele goede website. Het is ook gewoon echt een hele goede website. Ik heb hem zelf ook, maar ik heb het nu even met een En dan gaan we even naar de demo version, zodat je kan zien hoe die eruit ziet. En zoals je ziet hebben ze twee verschillende opties. Ze hebben gewoon de normale versie. Hartstikke mooi. En ze hebben dus ook nog de blog versie. Je kan ze allebei kopen. Je kan er één van beide kopen. Je mag zelf kiezen wat je maar wilt. Die zoals je ziet kan je het ook op een iPad doen. Of op een telefoon. Whatever you will. Of wat je ook maar wilt. Je kan het schuin doen, recht. Jij beslist, oké? Dus alles is hier zo mogelijk.
Ook een goede SEO ranking, zoals die zo staan, Ultra SEO Reader. Dus de kans dat je bovenaan gaat staan in Google is ook heel erg groot. Dat is iets wat heel moeilijk is meestal met, wanneer je een website begint. Maar via deze video is het gewoon een hartstikke makkelijk. Oké, dus get it now. Oké, dus ik ga je het even laten zien hoe het werkt met een gratis versie, oké? Ik moet zeggen, de gratis versie is niet even mooi als de betaalde versies natuurlijk. Want ja, al deze mooie websites, daar moet je voor betalen. Ik heb het zelf wel al gedaan natuurlijk, maar ik vind het niet zo fijn om op het grote scherm alles te laten zien en zo met een betaalde versie. Is gewoon niet zo veilig. Dus ik ga het is een gratis versie doen, zodat jullie kunnen zien wel hoe je moet installeren en alles, weet je wel. Maar ik ga dus niet een betaalde versie hier zo op het grote scherm laten zien. Maar dat maakt dus echt niet uit. Het is een leuk pak een beetje. Ja, ik vind ze ook echt niet echt geweldig. De gratis versions. Maar oké, we pakken gewoon de eerste, we pakken gewoon de eerste. Ja, deze is wel lollig. Deze is wel lollig. Maar zoals je ziet, er zijn dus ook gewoon gratis versies. Ja. Wacht. Waar is die al? Ja. Ah ja, oké, dus... Ja. Zoals je ziet, hij kost nog steeds $95, ja. Hoeveel zou $95 zijn? Laten we even opzoeken. Oké, dus laten we dus kijken hoeveel dat eigenlijk wel is, want ik weet het eigenlijk niet. Wat gaan we in die 95,00. Oh, wacht, dat is het bedrag vergeten bij het typen. Ja, dollar. Dit is Engels. Euro. Kijken wat er nu uit gaat komen. Kijk hoeveel dat kost. Euro, zo, 54. Nou, dat is bijna hetzelfde. Oh my god, had ik niet verwacht. Maar we gaan even nog verder. Dus er is een demo-version. Als je ziet, als je de hele versie ervan wilt, moet je toch gaan betalen. Dat is niet helemaal 100% gratis, maar je kan een gratis version doen. Eventjes. Het is ook goed om even te kijken. De demo version, dus meestal is er meer dan één versie beschikbaar. En zoals je ziet, zit er hier bij de file. Deze gaan we vast openen. Zo, dat gaat snel. Dus dit is echt een hele grote website, want ja, het gaat zo snel naar beneden. Ja, echt een hele grote website. En deze krijgen we dan, denk ik. En dan de blog. Is hier wat minder special. Maar het is ook gewoon hartstikke mooi. En zoals je ziet kan je het voor je computer doen, voor je iPad, voor je telefoon. Al die versies kan je gaan proberen. Laten we maar gewoon doen van Get Now. Ik wil dus de gratis versie. Want ik wil geen persoonlijke data. Laten we nu zo. Hij is even aan bezig. 2MB, lekker klein standje. Oké, daar is die al. Dan gaan we dus terug naar mijn YouTube, naar mijn WordPress desktop. Dus echt, als je niet weet hoe je hier zo kan komen, gewoon dat filmpje bekijken. Zonder problemen. Dan gaan we naar weergave. Weergave. Met dat grappige kwastje. En ik weet niet waarom het een kwastje heet, maar het is een echte kwastje. Dat is hartstikke goed. En dan gaan we bij terms. Dan ben ik op terms. En dan bij terms. Als we dan bij terms zijn. Zoals je ziet zijn er al 4 terms beschikbaar. 4 terms. Ik zeg dat is
heel erg weinig. 4 termen voor mij. Maar oké, okay, er zijn er toch al 4. Maar wij gaan er 5 van maken. Dus dan gaan we nieuwe toevoegen. Nieuwe term toevoegen. Oh ja, als je dit in het Engels hebt, dan is het gewoon precies hetzelfde qua knopjes en zo. Hè? De tekst verandert wel een beetje, maar de stappen zijn gewoon hetzelfde. Ja. Maar is die al? Oké, okay. Term uploaden. Moet ik het al gedaan? Oké. Okay. Oh ja, één gek dingetje. Je moet deze advertentie eventjes weghalen om te kunnen uploaden. En ja, dan kun je zo choose file. Dan gaan we eventjes door al mijn foto's heen. Waar zit die? Waar zit die dan? Where are you now? I cannot find you. Where are you? Waar heb ik hem nou weer gelaten? Even kijken waar ik hem heb gedaan. Ja, waar zit die dan? Oh, wacht, misschien heb ik het gewoon in een desktop gedaan, dat was wel fijn. Het begint daar niet onder. Dus ook een optie. Oké, dan gaan we naar een desktop. En dan. Nee. Recent. Ah, daar staat hij al, recent. Ik heb er geen. Toch bij downloads. Nou, ik kan misschien niet goed kijken. Ik kijk misschien niet goed. Kijk, ik heb hier gewoon overheen gekeken. Oh nee, wacht, dat is een ander. Is dat een ding? Nee, het is een one-page highlight. Tja, waar heb ik die dan opgeslagen? Ik ga dan eventjes naar. Hello. Downloads. Kijk waar ik door heb opgeslagen, hè? Want zo. Ik weet nog niet waar ik mijn eigen ding op staat. Maar dit is echt heel snel, hoor. Dan kan je ook graag leren hoe je dit soort dingetjes moet doen. Ik heb hem dus gewoon bij download gedaan. Oh, dat is heel lief van Shuffle. Even kijken. Wat? Hij staat er gewoon bij. What else? Oké. Dus dan gaan we nu eventjes degene die we net hebben gedownload selecteren. Choose file. En dan eventjes zoeken waar hij is gebleven. Ah, daar is die al. Oh, dan is het deze. Oh, naast. Ja, daar is die. One page light zip. Oh ja, even als zip laten. Okay? Want de eerste keer toen ik het had, dacht ik, oh, het is een zip, moet ik even ontzippen. Maar nee, dat is dus echt niet wat je moet doen, want anders ontploft je computer gewoon. Okay? Hij gaat niet ontploffen. Okay? Er gaat niks geks gebeuren als je niet ontzipt. Maar het is gewoon een beetje, dan gaat hij het niet doen. Okay, nu staat hier zo, de link die je volgde is verlopen, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Ik weet niet waarom ze deze error, ik weet niet echt wat het is, geven. Niet in paniek raken, oké? Je gaat gewoon terug. Je gaat gewoon eventjes terug. En dan wanneer je terug gaat, dan heb je hem gewoon in jouw, tussen de terms van jouw desktop. Dus geen paniek, geen paniek. Het is hartstikke normaal, het gebeurt altijd. En dan bij terms, ga je dus terug naar terms. Thema's bedoel ik, sorry. Het is gewoon Nederlands. Thema's, tuurlijk. Oké, dus dan zijn we het allemaal klaar. Ja, advertentie, eventjes weghalen. En zoals je ziet, staat hij erop. Dus hier, daar is hij dan, de one page. Activeren natuurlijk. Ik kan ook even eerst kijken hoe die eruit ziet, maar dat hebben we al gedaan eigenlijk, dus dat hoeft niet meer. Maar als je het leuk vindt, kan ik altijd nog eens doen. Was te snel. Is het goed?
Oké, nu is deze Ah ja, oké, dus moet je ook even nog dit doen. Hoeft niet altijd, maar bij deze moet je dat dus wel doen. Dus van, doen we dat gewoon, oké? We gaan gewoon doen wat ze zeggen. Ja. Oké, install. Dus installeren. En dan. Ja, plugin is succesvol geïnstalleerd. Dat is heel erg fijn. Dus nu kunnen we, als het goed is. Als het goed is, als we dan naar de desktop gaan. Wordt alles nu dan succesvol zijn. Ja, dus dan heb je dus een demo version. Dus dat betekent dat je niet alles krijgt wat ze hebben. Oké, je krijgt een paar dingetjes. Dus daarom is het ook gewoon veel beter als je natuurlijk de betaalde versie doet. Maar zoals ik al heb gezegd, ik vind het fijn om mijn persoonlijke data hier zo in het grote scherm te brengen. Ja, we krijgen al een comment van WordPress zelf, kunnen we gewoon lekker in de... Ja, oké, ik laat hem even dat je ziet hoe dat eruit ziet. Als iemand hier een comment geeft, is ook wel zo handig. En dan kunnen we gewoon eigenlijk nog niet iets intypen. Wat ga ik doen? Ik ga doen... met Joe. En de inhoud... Vraag, ik moet even dat vraag ik kan nu die vraag ik even in één keer. Ah, daar zit de vraag in. Vraag deze daar zijn. Wat een schijf. Oké, concept opslaan. Nu heb ik mijn eerste concept gemaakt. Ik doe mijn eerste note. Nu kunnen we even deze afspraak weer gaan. En dan kunnen we de website bekijken. Oké, het is wel leuk om te zien hoe het uiteindelijk is geworden, toch? En dan eventjes refreshen. En daar is die dan. Eén keer gaan refreshen, dat is weer helemaal awesome. Oké, zoals je ziet heb ik gewoon helemaal niks. Maar de content, de versie, de namen, de... Ja, het is dus van dezelfde term als die andere, oké? Dus dit kan ik dus een beetje gaan veranderen en zo. Een paar dingen, customize. En dan kan ik er helemaal mijn eigen ding van maken. Oké, dan zoals je ziet, zie je dan onze website. Dat kan je dan hartstikke makkelijk veranderen ook. Ik raad je aan om natuurlijk premium te gaan na een tijdje, maar ja, dat begrijpen we allemaal. Ik ga het dus gewoon even terug. Dit is ook alweer het einde van deze video. En ik hoop dat je veel van hebt kunnen leren. Altijd wanneer je een vraag hebt, kan je gewoon naar me toeschrijven via de comments van deze video. Ik zal gaan proberen om het allemaal te beantwoorden voor jou. En dan zien we elkaar weer gaan, oké? Okay?